Het belangrijkste is dat we de huidige maatregelen verlengen tot en met dinsdag 30 maart. Inclusief de avondklok die doorloopt tot de ochtend van woensdag de 31ste. Voor de 3 dagen van de verkiezingen op maandag 15, op dinsdag 16 en op woensdag 17 maart gelden een paar uitzonderingen. Want de avondklok kan en mag vrije verkiezingen natuurlijk niet in de weg staan. Deze uitzonderingen gelden natuurlijk alleen voor activiteiten die horen bij die verkiezingen. Het is dus niet de bedoeling daarna met een paar vrienden in het Vondelpark af te spreken.